Berlijn nam die Europese, met name Franse avant-garde, mee naar Amerika. En was ook een brug tussen Europa en Amerika. En had ook helemaal haar eigen gebied om over te schrijven. En zij was zo hartstochtelijk in hoe ze al die nieuwe kunst omhelste en erover wilde schrijven. Ze was zelf aan het leren, maar ze wilde meteen ook Amerika doseren van dit is er allemaal. Toen ik studeerde ging ik heel vaak naar antiquariaat van Gennep. Het was zo'n mooie antiquariaat en daar hadden ze allemaal intellectuelen op Engelse boeken staan. Die waren tegen voor studenten betaalbare prijzen te verkrijgen. En daar zag ik opeens dit boek liggen, Susan Sontag, Ik, etc. Waarom kocht ik dat boek? Ik kocht het boek vanwege de foto. Ik vond dat zo'n bijzondere vrouw, omdat ze neemt de hele kaft in. En nu is dat veel gebruikelijker, zo iemand die een hele kaft, voorplaat inneemt. Maar ze kijkt ongelooflijk zelfbewust, zit ze daar. En ik kocht dit boek, ik las het, ik vond het heel moeilijk, het is experimenteel proza, die verhalen van haar. En toen ontdekte ik dat ze essayist was en ik was dus 20 of zo en begon toen haar... Je kende haar nog niet? Nee, ik kende haar nog niet, dus ik kocht haar op grond van die foto die ik heel bijzonder vond. Cowboylaarzen, zwarte broek, trui. Ik bedoel, dit zijn geen vrouwenkleren, geen mannenkleren. En dan wel die indianenbos met haar. En dan, wat de meeste vrouwen niet durven, nog steeds niet, gewoon niet glimlachen. Hè? Ik studeerde toen Nederlandse literatuurwetenschap in Amsterdam. En het was voor mij echt een eye-opener dat je intelligentie en je scherpzinnigheid op alles kon richten. Dus niet alleen op de hoge literatuur, maar ook op fenomenen uit de populaire cultuur. En later deed ze dat zelfs ook over politiek. Dus die hele intellectuele breedte van haar die ze heel jong al had, vond ik heel bijzonder. En ze blijft natuurlijk het hele zelfbewuste hebben. Een vrouw die zich denkend profileerde zonder haar vrouwelijkheid uit te buiten. Als je over haar leest, dan werd ze ook de Natalie Wood, de filmster van de Amerikaanse avant-garde genoemd. Maar ze had een ambitie die veel verder ging dan het vrouwelijke. Ze wilde gewoon de beste Amerikaanse denker en schrijver worden. En niet de beste vrouwelijke Amerikaanse denker en schrijver. Ja, dat vond ik ook ongelooflijk inspirerend. Een mooi voorbeeld. Norm, it is true that women find with the best of will the way you talk to them patronizing. And one of the things is your use of the word lady. When you, I don't like being called a lady writer, Norman. I know it seems like gallantry to you, but it doesn't feel right to us. So in this, a lot of it. Ze is inmiddels overleden. In 2004 is ze overleden. Na haar dood zijn haar dagboeken verschenen en die zijn heel onthullend en daar bleek ook uit dat ze zich met André Gide en Thomas Mann wilde meten en niet minder. Nou, die hoogmoed heb ik echt nooit gehad. Maar zoals pubermeisjes filmsterren aan de muur kunnen hebben, was zij mijn pin-up. Wat ik inspirerend vind en van haar geleerd heb, is dat je over alles na kan denken. He, van het meest verhevene tot het meest triviale. En weet je, dat niet eens ten aanzien van mijn eigen schrijven, maar wat we met de Groene Amsterdammer doen, of wat we proberen te doen, is de moed. He, de moed om tegen dingen in te durven denken.